Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag weer een opgemaakte en een favoriete video. Dus in deze video laat ik zien welke producten ik deze maand heb opgemaakt en welke producten favoriet waren. Op mijn site kan je een lijstje vinden met alle producten die ik noem en eventueel ook een linkje naar het review of het artikel wat ik al over heb geschreven. Dus mocht je van iets denken, daar wil ik meer over lezen, ga dan even naar mijn site. Op mijn site, als je deze video op mijn site kijkt, staat die hieronder. En op YouTube staat die in de beschrijving een linkje daarnaar. Dus ga daar vooral even naartoe als je meer wil weten over de producten. Als je alleen de favorieten wil kijken, dan kan je doorklikken naar dit getal. Daar begin ik met het favoriete gedeelte. En anders, als je alleen opgemaakt wilt zien, klik je hem daarna weg. En je kan deze video natuurlijk ook helemaal afkijken natuurlijk, als je het allebei leuk vindt. Ja, dan ga ik snel beginnen. Vorige maand had ik niet zoveel opgemaakt en deze maand wel. Dus ik ga gewoon snel beginnen, want het is best wel veel. Ik laat het gewoon allemaal zien. Zoals altijd begin ik eerst met doucheproducten. Ik heb een crèmespoeling opgemaakt van de Moroccan Argan Oli lijn. Deze crèmespoeling vind ik heel erg dun. Hij voedt mijn haar niet heel erg, maar die shampoo doet dat weer wel. Dus in combinatie met de shampoo vind ik hem wel heel erg fijn. Maar los weet ik het niet zo. Hij is gewoon prima en basic. En hij is heel goedkoop. En ik denk dat ik die ooit wel eens opnieuw ga kopen. En dan heb ik twee douchegels. Als eerste deze van de Shea lijn. Van The Body Shop. En ik zeg maar meteen dat ik hem niet zo heel erg fijn vond. Ik heb ook de Shea Butter Body Butter. Die heb ik samen toen gereviewd. En over die body butter ben ik lyrisch. Vind ik echt heerlijk. Maar deze vond ik gewoon niet zo fijn. Er zitten hele mooie bestanddelen in waarvan je denkt, zo, dat moet echt goed zijn. Maar mijn huid werd gewoon een beetje ruw als ik had gedoucht. En ik hou er gewoon echt helemaal niet van. Dus ja, nee, dit was hem gewoon niet. Heel erg jammer, want ik had er echt wel hoge verwachtingen van. Dan heb ik nog een shower hier opgemeld van de Milk and Honey shower cream. Daar had ik ook een body butter van. Deze vond ik basic. De geur was basic. De werking was basic. Ik vond hem wel lekker, maar niet heel erg lyrisch. En zeker niet voor de prijs die je dan voor betaalt. Want het is aardig aan de prijzige kant. Maar als je bij Oliflame, hij is van Oliflame, als je daar korting mee hebt, dan is het wel een aanrader. Maar anders zou ik hem niet heel erg aanraden. Dan heb ik mijn tandpasta opgemaakt. Ik gebruik altijd Elmex voor gevoelige tanden, want ik heb gevoelige tanden en die vind ik gewoon heel erg fijn werken. Dus deze heb ik ook weer een nieuwe van ingebruikt. Ik heb staafjes heb ik opgemaakt van het kruidvat. Prima. Ja, maakt me niet zo heel erg uit waarvan dat vandaan komt. Want het is altijd bij eigenlijk wel hetzelfde, maar wat de stokjes. Dan heb ik een deo opgemaakt, de Lady Peach Stick Natural Protect. Oh ja, dat was deze. Ik weet niet, op een of andere manier vond ik deze niet fijn. In het begin wel en de werking is gewoon prima. Maar ik had een keer, toen stonk ik gewoon een beetje zweet. En die zweet was een beetje, die geur was in combinatie met deze geur. Ja, het is gewoon ook niet zo'n hele lekkere geur. En sindsdien vind ik hem gewoon niet lekker. Ja, het is misschien een vies verhaal, maar ja, that's it. Dan heb ik twee handcreme opgemaakt die in mijn handtas zaten. Allebei. En ik heb ze een beetje tegelijk gebruikt. Ik dacht ook eigenlijk telkens dat het de een en dezelfde was. Maar het waren ze opeens beide op. Deze is van Biotherm en deze van Livera. Ze lijken heel erg op elkaar. Volgens mij ook qua geur. Even ruiken hoor. Oh nee. Dit was een beetje een bijzondere geur. Een beetje een ziekenhuisachtige geur. Maar op zich wel heel erg lekker. En het werkt ook heel erg fijn. En deze van Biotherm is echt een beetje meer een crème geur. Echt een beetje een warme, crème, poedergeur. Beide werken ze echt heel erg fijn. En heb ik ze ook met plezier gebruikt. En beide gewoon prima. Dan heb ik mijn dagcreme opgemaakt. De Vitamine E Moisturizing Cream. Hij is helemaal leeg. Ik vond deze heel erg fijn. Hij is gewoon qua geur en zo vrij basic. Maar hij verzorgt mijn huid heel erg goed. En vitamine E is gewoon goed voor je huid. Ik denk dat ik deze wel opnieuw zou kopen. Ik heb nu een andere in gebruik. Maar ja, ik denk dat deze ooit wel weer eens terugkomt. Dan heb ik een poeder opgemaakt van Rimmel. De Stay Matte Poeder. En deze kon je vorige maanden ook al in mijn favorietenlijstje terugvinden. Vind ik heel erg fijn. Hij werkt heel erg goed. Hij is heel zacht. Ik had deze laten vallen. Dus daardoor was hij eerder op. Maar hij is ook zuinig in gebruik als je hem niet laat vallen. Ik ben hier echt fan van. En zeker in de aanbieding of zo kan je dit heel makkelijk goedkoop scoren. Dan heb ik twee lip butters van The Body Shop. Als eerste deze met honing. Die is helemaal leeg. Ik vond deze heel erg fijn. Hij was heel erg zoet. Dus dat was soms wel heel erg lekker. Maar soms ook niet. Ik had een keertje pap aan het eten. En toen dacht ik, oeh, heb ik er nou suiker in gedaan? Oh, dit was mijn lipbalsem. Een keer was ik ook een broodje kaas aan het eten. Toen dacht ik, oeh, wat vieze kaas. Oh ja, dat komt door die lipbalsem. Dus soms was het fijn, soms niet. Maar de werking was wel echt geweldig. En ik heb ook deze. Dit is met de Shea Butter.
Maar deze is al heel oud, die heb ik heel lang in mijn tas gehad. Die is zo vaak gebruikt. Hij is een beetje viezig en niet helemaal... Ja, hij is gewoon toe aan vervanging. Wel heel erg ja, fijn op zich. Ik vond hem niet heel erg lekker qua geur en smaak. Gewoon een beetje notig. Ja, gewoon prima. En dan is mijn mandje leeg. Dan gaan we verder naar de favoriete producten van deze maand. Als eerst wil ik een lijn van Dove laten zien. Die heb ik ook reviewd op mijn site. Van de, dit is de groene lijn. Komkommer en groene thee is dit. En deze is heerlijk fris en lekker. Ik heb deze drie producten gereviewd. En mocht je me langer volgen, weet je ook dat deze heel vaak in mijn opgemaakt video's terugkwam. Omdat ik die heel graag ook heb gebruikt. En nu weer. Ik laat ze even stuk voor stuk zien en dan vertel ik kort even wat over. Dit is de douche gel. En die ruikt het meest. Heeft de sterkste geur. En vind ik heel erg lekker. Als ik onder de douche vandaan kom, ruik ik nog steeds zo fris naar dit douche gel. Vind ik heel erg fijn, heel erg lekker. Hij schuimt heel erg rijk. En ja, ik vind deze heerlijk. Dan de twee deo's. Dit is een roller en dit is een spuit deo. En ik gebruik die een beetje in combinatie. Eerst doe ik de roller op en die is heel erg nat als je hem aanbrengt. En dat vind ik heel erg, ja, gewoon een beetje een vieze gevoel. Alsof je heel hard aan het zweten bent, terwijl het gewoon je deo is. Dus deze is dan heel erg nat. En om te helpen dat die iets sneller opdroogt, spuit ik deze eroverheen. Want dit is een beetje een droge spray. In combinatie vind ik ze heel erg fijn. De geur vind ik heel erg lekker. En ze houden hem ook zoals gewoon 24 uur. Niet ja, stinkvrij, zeg maar. Dus ik vind deze ook heel erg fijn. En ik hou gewoon van deze geur. Dan heb ik een product wat ik weer elke dag heb gedragen. Echt, het is echt waar. Ik kan er niks aan doen. Dit is de MAC Soft & Gentle. Vorige maand heb ik deze ook alleen maar gedragen. En nu weer, ik ben gewoon echt dol op dit product. En ik dacht, ja, ik moet hem dan toch maar laten zien weer. Maar dit is een hele mooie highlighter. Echt geweldig. Beetje, ja, gewoon een hele mooie glans geeft. Ik heb hem nu ook op. Niet heel erg hard aangezet, maar misschien zie je het wel. Ja, ik vind het heel erg mooi. Dan heb ik ook een oogschaduwbaas als favoriet. Dit is de Prime & Fine van Catrice. Die heb ik ook gereviewd en ik vind hem heel erg fijn. Hij heeft zo'n ja, lipgloss applicatortje, zeg maar. En daarmee kan je gewoon heel fijn allebei je ogen voorzien van genoeg oogschaduwbasis. Hij voelt wat vettig aan, maar hij is niet vettig. Dus dat vond ik in het begin een beetje wennen, maar dat is nu vind ik dat ook niet meer erg. Hij is ook vrij licht, wat ik heel erg fijn vind. En hij werkt gewoon heel erg goed en heel erg fijn. Dus dit is echt een favoriet. En zeker ook omdat hij best wel goedkoop is. Dan heb ik een lip butter als favoriet. Deze van Labello. Deze kenden we al van de Nivea, maar nu is die van Labello. Maar deze heb ik nu op mijn make-up tafel liggen voor elke ochtend en avond. En ik vind hem heel erg fijn. Ik ben eigenlijk niet zo van die potjes. Vind ik altijd gedoe met openmaken en soms lukt het niet en zo. Maar ik vind hem wel heel erg fijn. Hij geeft een iets wittige waas op je lippen. Dat had voor mij niet gehoeven, maar ik vind het ook niet storend. De geur vind ik heerlijk. In het potje ruik je het heel erg goed. En heel even als je het op je lippen hebt. Maar daarna trekt de geur als vrij snel weg. Het ruikt echt naar fratella of zo. Echt heerlijk. Mmm. En ik heb ook nog twee nagellaks die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Van Berry M. Even kijken. Dit is Greenberry en Grapefruit. En dit zijn hele leuke lentekleurtjes. Dit is echt een hele knallende kleur. Het lijkt bijna neon ook echt op je lippen. En dit is gewoon meer een hele zachte, coole tint. Vind ik ook heel erg leuk. Beide echt leuk. En ze zijn mooi. Blijven goed zitten. Dus die zijn ook favoriet. En dan gaan we verder naar fashion en accessoires. En eigenlijk heb ik maar één ding. Of twee dingen eigenlijk. Het zijn mijn nieuwe schoenen van Nike. Ik ben naar de Nike clearance store geweest. Daar heb ik een artikel over geschreven. En ik kocht daar deze schoenen. Voor een ja, hele goede prijs. En ik vind ze heel erg mooi. Heel erg gaaf. En ik heb ze echt, sinds ik ze heb, heel veel gedragen. Bijna elke dag. Soms ook wel eens wat anders. Maar echt bijna elke dag wel. Ik vind ze heel erg mooi. Ze passen heel goed bij veel dingen. Ze hebben wel twee nadelen. Als ik met mijn voet op de grond ga. Soms of ik ga iets te hard of te snel of zo, dan piept hij. Ken je wel, misschien heb je ook wel eens in de gymzaal dat als je sportschoenen aan hebt dat ze piepen en zo. Heel vervelend. Maar goed, en het tweede nadeel is dat ze... waarom doe ik dat? Ze stinken heel erg. Ik krijg opeens zweetvoeten in. Normaal heb ik echt nooit zweetvoeten of bijna nooit. Maar in deze schoenen dus wel, dus dat is jammer. Dus als ik ze aandoe, doe ik ze ook niet meer uit totdat ik ga slapen. Omdat ik anders de mensen om me heen helemaal bedwelm met mijn stinkvoeten. Maar verder vind ik ze echt geweldig en draag ik ze met heel veel liefde. Ja, dus deze. En dat waren al mijn opgemaakte en favoriete producten van deze maand. Laat even achter wat jouw favoriete product is van deze maand. Of wat je net hebt opgemaakt. Vind ik ook wel erg leuk om te lezen. En vergeet vooral een duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doeg!